Ik ben Hanne de Meij en ik studeer nu voor het tweede jaar beeldhouwkunst in het KASK in Gent. Ik ben vooral bezig met het boetseren en dan een mal gebruiken om het dan opnieuw af te gieten in een beter materiaal dat langer kan blijven staan, bewaren. En ik werk vooral realistisch. Dus ik heb al min of meer mijn stijl gevonden, maar ik hoop dat ik wel nog serieus wou gaan kunnen evolueren in, wie weet, een hele nieuwe stijl. Nee, ik ga het KASK uitrijden. Dat is ook niet de oplossing. Jawel, ik ga me hier even zetten. Ik zit helemaal van achter. Ik zou mijn kot wat meer moeten opkuisen, hè. Maar ze zeggen dat goede kunstenaars chaotisch zijn, dus... Ik denk dat ik het meeste inspiratie gewoon haal uit het praten met andere mensen. Als je op café gaat, je hoort continu verhalen. En door mensen die een glaasje meer op hebben, die vertellen ook al iets meer dingen die... diep van binnen zitten of zo, en dan, daar haal ik nog wel inspiratie uit. Ik denk niet dat je school nodig hebt. Het is een gemak op veel vlakken. Maar ik denk niet dat je het nodig hebt. En ik denk dat heel veel kunstenaars daar ook bewijs van zijn. En ik denk dat in richtingen zoals schilderkunst, waar je zo die fijne technieken wel moet kunnen beheersen, muziek en film en zo, fotografie, dat inderdaad ook wel... vooral voor de technieken de eerste 2 jaar wel handig is. Maar dat kun je uiteindelijk ook allemaal op je eigen, met YouTube of zo, ook allemaal wel leren. Ik denk dat mensen die afzonderlijk van school een carrière willen maken, soms er net iets harder voor moeten werken en dan ook meerdere motivatie uithalen of zo. Niet altijd natuurlijk, hè. Maar ik denk dat school... nog wel veel mensen lui kan maken ook gewoon. Maar het is natuurlijk te zien hoe dat je ermee omgaat allemaal. Ja, ben ik een kunstenaar? In mijn ogen is iedereen een kunstenaar. Als jij iets maakt dat uit je hart komt, dat eigenlijk totaal op zich staat, niks te maken heeft met ik moet hier voor eten gaan zorgen of het moet een functie hebben of weet ik veel wat, maar puur bezig zijn met de schoonheid, dan is dat voor mij kunst. Maar als je naar sommige theorieën gaat luisteren over wat kunst is, dan is outsiderkunst ook geen kunst. Mensen die niet doelbewust bezig zijn met het feit van ik maak hier kunst, zouden dan geen kunstenaars zijn. Ah, oh, wow, je hebt van binnen ook een houten stof. Dat ding schuift eruit, heel dit. Ik ga meer aan mijn vinger maken. Hai, en wat weet je niet, hoe dat ik moet presenteren? Of hoe ik weet niet of ik het verder moet bouwen of niet. Ik weet niet, ik moet zo denken aan een muziekdoosje met zoveel detail. Ik heb al gezegd, hè. De kleine tekeningen op de voorkant en zo. Ja, dat is helemaal niet je stijl, hè. Mijn ouders waren super blij toen ik beeldhouwkunst zou gaan doen. Allee, toen ik in kunst zou beginnen gewoon, want ik ben ook niet met beeldhouwkunst begonnen natuurlijk. Mijn ouders waren vroeger allebei zelf heel geïnteresseerd in kunst. Mijn papa is heel te bezig met popjes te maken en tekeningsjes te maken. En mijn moeder heeft binnenhuisarchitect gedaan. En ik denk dat mijn mama dat vooral heeft gedaan omdat daar nog iets meer toekomst in zat. Hoewel ze nu ook wel op secretariaat geëindigd is. Wat niet slecht is natuurlijk, maar... Ja. Oei, ik weet niet of ik dat mag zeggen. Ja.